ben onderweg naar de Piratenpartij in Utrecht. Op 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. En ik ga zo direct spreken met een paar piraten die zich als vrijwilliger inzetten voor hun gemeente. En die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Oké, ik ben in Utrecht op zoek naar Sjoerd, Saskia en Dimitri. Eens kijken of ik ze kan vinden. Ik ben hier in Utrecht bij Sjoerd. En die heeft een locatie voorgesteld waar we dit gesprek zouden kunnen doen. Ja. Sjoerd, waar zijn we hier? We staan hier in Ogenal. We staan hier eigenlijk met uitzicht op de oude Utrechtse munt. Okay. Jij bent vrijwilliger voor de Piratenpartij in Utrecht? Ja, sinds ongeveer 2014. 2014, oké. Gaat de Piratenpartij in Utrecht meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. Op 21 maart kun je weer op ons stemmen. Oké, cool. Sterker nog, je kan zelfs op mij stemmen, want ik sta op het kandidaatlijst. Nou ja, dat weet je dus nog niet, dus moet je eerst gekozen worden. Goed, dat heb je gelijk en ik heb mijn kandidaat gesteld voor de kandidaatlijst. Oké. Wanneer gaan jullie de kandidatenlijst vaststellen? Ongeveer medio december. Als vrijwilligers met je mee willen doen in Utrecht, wat zijn dan de dingen waar ze aan kunnen helpen? We hebben de meeste mensen nodig die kunnen praten. Maar waar de Utrechtse Piratenpartij echt plat op gaat, is dat wij weer willen dat de agenda van de straat terechtkomt in de agenda van de raad. En dat lukt alleen maar door met de mensen van de straat te gaan praten. Oké. De tweede piraat die hier in Ogenal is Saskia. Hallo. Ja. Nou, voor jou dezelfde vraag. Hoe lang doe je dit al? Sinds begin september. Oké, dat is heel kort eigenlijk. Dat is heel kort. En hoe kom jij uit bij de Piratenpartij? Ik wilde wat doen, politieks gezien, voor de gemeente. En toen was er campagne voor de sleepwet, tegen de sleepwet. En toen ben ik begonnen met flyeren. Okay. En daar is mee begonnen. En waarom ben je uitgekomen bij de Piratenpartij en niet bij een van de andere partijen? Omdat de Piratenpartij qua standpunt meer bij mij past dan de andere partijen. Welke van de standpunten is voor jou de belangrijkste van de Piratenpartij? Het zijn er twee. Het zijn inbreng van de bewoners, of van de inwoners en de diversiteit. Okay. Jullie gaan meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik gehoord. We gaan meedoen. Okay. En in december kunnen mensen op je stemmen? In december kunnen ook mensen op mij stemmen. En op jou ook, ja? Ja. Nou, maar dat geldt hetzelfde voor als bij Sjoerd. Nou ja, ik bedoelde meer de kiescommissie gaat kijken. Oh ja, dan kan je op de lijst. Of ik op de lijst kan staan. Tof. En als vrijwilligers gaan meedoen, wat zijn de belangrijkste dingen die jullie voor Utrecht willen gaan bereiken? Waar helpen ze aan mee? Nou, ik denk net zoals Sjoerd net zei, praten met de inwoners. Van wat vinden zij belangrijk? Ja, en als ik het aan jou vraag, wat heeft de gemeenteraad in Utrecht de afgelopen zoveel jaar niet goed gedaan dat jij hier nu buiten staat voor Piraten? Ik denk toch de inbreng van inwoners, dat ze daar met wijkraden in Utrecht bewoners kunnen inspraak geven. Maar er wordt weinig gedaan met die inspraak en wij willen veranderen dat er wel wat wordt gedaan. Luisteren naar de mensen. Luisteren en daar ook wat mee doen. Ja. Niet alleen maar luisteren, maar ook met de input van de mensen wat mee doen. En heb je een concreet voorbeeld wat er niet goed gaat in Utrecht wat anders moet? Ja, ik zit dan ook als wijkvertegenwoordiger van Noordwest zit ik bij de wijkraad. En die doen hele goede dingen. En die brengen dan adviezen uit. Alleen daar wordt dan weer weinig mee gedaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat met die adviezen dat er ook wat mee gedaan wordt. Want dat zijn de mensen die weten wat er speelt en weten wat er moet veranderen. Dus we hebben wijkraden, alleen er wordt niet... Nou, er wordt misschien netjes naar geluisterd nog, maar er wordt niks mee gedaan. En dat stukje, dat vind ik heel belangrijk. Succes, dankjewel. Dankjewel. Als je alle klagen in onderleven... Dus niet klagen, gewoon meedoen. Meld je aan bij vrijwilligers@piratenpartij.nl of kom een keertje langs naar een van de meetings die ze hier hebben. We hebben elke maand een info- en actiebijeenkomst. Kom langs en help ons. Succes, jongen. Organisaties zoals die van de Piratenpartij die draaien voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Als jij wilt dat de piraten in de raad gekozen worden waar jij woont, zoals in Utrecht, dan kan je ze een handje helpen. Meld je aan. Kom een keertje langs, maak kennis met die mensen en maak van jouw stad een leukere stad.